We zijn hier bij Tom Boer, trompetter, en Majorettekorps Juliana uit Schiedam. En wij zitten hier voorlopig in de Eduard van Beinemlaan, in een oud schoolgebouw. Wij zijn een vereniging die eigenlijk het hele jaar rondgaat. Wij zijn een blaaskapel. Tijdens Sinterklaas helpen we Sinterklaas. Een fanfare en een kerstmannenband. Dus wij gaan het hele jaar rond en we doen alles, feesten, partijen, alles wat gezellig moet zijn, daar zorgen wij voor. En de fanfare zorgt voor allerlei optredens buiten op straat, al lopend samen met de majorettes. Ik ben in dit korps beland eigenlijk jaren geleden, toen mijn dochter op majorette ging. 2 jaartjes daarna ben ik er ook in gegaan. En ja, ik ben eigenlijk voor alles nog wat gaan doen. Ik ben eigenlijk begonnen als materiaalbeheerder, organisatiecommissie. Organisatiecommissie wil zeggen dat wij heel veel activiteiten buiten het spelen omdoen. En zo verlieverlee steeds verder gaan. Tot op heden ben ik voorzitter. En dat doe ik met veel overtuiging en veel plezier. Ik denk dat wij een korps zijn wat heel hecht is met elkaar, zorgt voor elkaar. Buiten dat wij muziek ommaken, dat wij ook gezellig met elkaar zijn en dat wij heel veel dingen eigenlijk gezamenlijk doen. Dus eigenlijk sociaal goed met elkaar omgaan. Iets speciaals wat ik zou kunnen noemen, ja, dat is eigenlijk wel iets. Zonder verder een naam te noemen, heb ik een leerling erbij gekregen ooit. Die is bij een aantal verenigingen geweest. Door omstandigheden kon hij daar niet blijven. Wij hebben deze jonge man hebben wij helemaal opgeleid. En tot op heden nog steeds goed lid, leuk lid. Activiteiten die wij doen, buiten dat wij muziek maken met de band. Dagjes weg, barbecuen, groeimetten, feestavondjes, gezellig gewoon een avondje bij elkaar zitten, een kaartje leggen, spelletjesavond, allerlei dingen die er gedaan worden binnen een gezin, zal ik maar een klein beetje vertellen, zo zitten we een beetje elkaar. De activiteiten buiten de vereniging is braderieën staan, rommelmarkten staan. Eigenlijk overal in Schiedam waar er eigenlijk wel wat te doen is, proberen wij er ook bij te zijn. Het meest belangrijke voor ons is op het moment een vaste locatie te kunnen krijgen. We zijn echt ruim 2 jaar bezig samen met de gemeente om iets te vinden. Wij hebben zelf al 47 locaties aangegeven, zeker panden. Tot op heden is dat niet gelukt of is dat al vergeven. Dus we hopen eigenlijk om snel wat vastigheid te kunnen hebben, want dat is voor de vereniging ook veel stabieler. En leden natuurlijk erbij, daar hebben we nooit genoeg van. En we willen graag natuurlijk met zo groot mogelijke ploeg naar buiten toe, als dat enigszins kan. Hoeveel leden wij hebben? Wij spreken onderbij 25 leden. We hebben er pas weer een aantal bij ingeschreven. Dus wij zijn weer groeiend, gelukkig. We kunnen altijd mensen erbij hebben. Wij hebben ook behoorlijk wat vrijwilligers onder mij lopen. Die zorgen voor het eten, het drinken, de administratie. Alles wat er eigenlijk bij komt kijken, ook naar klanten toe. Ja, leden, maar ook vrijwilligers zijn altijd welkom. Op de maandag en de woensdagavond lessen wij. Stap gerust binnen, maak een praatje met ons en dan kijken we of dat er iets leuks is wat je als vrijwilliger hier binnen onze vereniging zou kunnen doen.